Hallo beste kijkers, we zijn er weer. Deze vlog, vlog 134, wordt allemaal in het teken van de Jeep. Leuk rijden, lekker door de Ramla, nou, van alles en nog wat. Kom lekker kijken en veel plezier. Leo is net met Michelle en Jaap en de hondjes ook. Naar boven gegaan, naar de berg. En wat heb ik gedaan? Ik draai even het beeld om. Ik heb lekker cacao genomen met wat barstsuiker en volle melk. Dus ik ga straks een chocolademelk lekker warm maken. En ik heb hier die lekkere koekjes die wij onderweg gekocht hebben. Toen wij een weekje weg waren. Nee, toen wij op weg naar Spanje waren. Uit die lekkere bakkerij in Frankrijk. Nou, die zijn nog lekker knapperig. En ik doe daarin. Ik heb hier glazen. Wat doe ik daar in die glazen? Van Kleef boterzout. Een hele lekkere liqueur. En die liqueur. Die kan je in Nederland kopen. En waar smaakt die naar? Kennen jullie nog die lekkere ruitjes? Die gele ruitsnoepjes van vroeger? Nou, daar smaken ze naar. Daar doe ik een laagje in. Dan maak ik straks, als ze komen, de chocolademelk warm. En dan schenk ik dat erop. En dan met slagroom erop. Nou, dat wordt lekker, hè? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Leo neemt Sarah en de ouders mee de bergen in. Lucky kan niet mee dit keer, want de auto is te vol. Dus die vindt het helemaal niet leuk. Die denkt van, oh, waarom mag ik niet mee? Dus ze gaan, de ouders van Sarah hebben de mijnen nog boven in de bergen niet gezien. En daarom had Leo zoiets van, nou joh, ik neem jullie mee. Nee, Luc. Nee, Lucky. Nee, ik kan niet mee. En ze hebben weer een geit geslacht voor de halal. Nou, daar gaat hij dan. Het is ongeveer 17 graden zo'n beetje. Het windje was een beetje fris vanmorgen, maar nou ja, toch gewoon een lekker zomerjurkje aan, sjaaltje eromheen. En dan ging het prima. En als je dan zo lekker op de veranda zit met het zonnetje in je gezicht. Is het toch wel lekker hoor. Kijk, daar komt Leo weer aan. Die heeft nou een rondje gemaakt. Om de geiten heen. Ze zullen wel fietsers tegenkomen in de bergen. Je hebt van die hikers heb je. Mountainbikers. Ja, hikers zijn natuurlijk wandelaars. Maar mountainbikers en wandelaars, die zijn ook die kant op. Dus die zullen ook al naar de mijnen gaan. Zie je hetzelfde weggetje. En ik denk dat ze over ongeveer anderhalf uur, en dat ze dan weer terug zijn. Want zo lang duurt het ongeveer. Kijk, daar gaan ze in de verte. En weg zijn ze. Nou, ik mag nu ook mee. Leo is met gisteren natuurlijk de bergen ingegaan en vandaag de bergen ingegaan. En dat kan je wel zien aan de ramen. Dus die maakt hij even schoon, want als ik dan wat wil filmen, dan heb ik een beetje goed zicht. Je zei ook dat hij wat zuiniger rijdt nou, hè?
doordat hij is gemaakt. Ja, die aandrijving gaat natuurlijk lekker soepel na. Ja, die aandrijving gaat soepel, ja. Ja, snap beter ik. Dan? Ja, zeker. Zeker beter. Zeker voor de velden dan. Ja, helemaal zwart, joh. Nou, Lucky is ook helemaal blij, want die mag nu ook mee. Nou, die was gisteren natuurlijk ook mee. En de wind is een klein beetje gaan liggen, dus dat scheelt ook weer. Dat is wel fijn. Kijk, is dat te poetsen, Jan. Ik gooi mijn raampje open. Ja, natuurlijk. Haasje wil filmen en het is een beetje dirty. Ja, een beetje dirty. Ja, alleen boven in het hoekje nog, in het midden. Ja. Nou, we hebben net een gezonde maaltijdsalade op. Weer met zalm en geitenkaas had ik nog. Worteltjes, kappertjes, schurkie. Helemaal goed. Is goed gegeten, verse sudrans. En Leo had een krop ijsbergsla van het land geraapt. Dus die heb ik ook lekker verwerkt in de salade. Dus alles was vers. Heerlijke verse producten allemaal. Zo, goddeltium. Gaat nu goed met onze sinaasappelboom, hoor. Kijk eens, daar in het midden. Hij heeft maar een paar blaadjes. Ik denk dat, dat er te weinig aarde onder zit. Echt poes. Zo, die cactus die groeit ook hard, hè? Nou, hè. Ja, ze moesten echt die geiten bij elkaar drijven om er een beetje goede geit uit te pikken om te slachten. Ja, ja, ze hebben hem hier... Ja, hier beneden hebben ze hem geslacht. Hebben ze hem gedood. Zouden ze hem daar ook geslacht hebben? Ja, ik heb het gezien dat ze hem hier aan het slachten waren. Oké. Okay. Nou, gezellig. Even lekker eruit. Frisse neus halen. Hoor je dat hij nou lekker soepel loopt? Nou, hij loopt zeker soepel. Hij maakt helemaal geen lawaai meer. Nee. Nou, dat is dan heel erg fijn. Dit is een goede garage die we hebben gevonden. In Pilar de Garabia. Ja. Ja, en die struik, hè, die, waar ik gisteren een tak vanaf heb gebroken, die zit daarboven. Daarboven heb je een. Waar ik met Luk ook wel loop. Ik denk dat je hem ook wel ziet, hoor. Dat je iets roze ziet. Staan er hier niet zoveel van dat soort struiken. Maar het groeit, je hebt het opgezocht. Ja, ik heb het opgezocht. Het groeit in rivierbeddingen in Spanje. Oh, hier staat er ook. Ja, dat is zo. Even kijken. Hier vlak vooraan. Ja, nee, ja, ik zie het. Ja, dat is er ook. Dat is kleintje. En er bovenop, daar, bij dat huis rechts. Zie je het? Dit is zo'n puntje, daar staat er ook een. Ja, onwijs mooi struik. En je hebt hem ook in het wit. Maar dan vind ik hem eigenlijk minder mooi. Ik vind hem roze wel heel erg mooi. Het zal al behoorlijk uitvallen ook, denk ik, op een gegeven moment. Ja, dat is al best. Maar ja, daar is de stofzuiger goed voor. Nou, leuk dat je weer een paar mensen blij hebt kunnen maken met een rit. Zeker. Door de Rambla. Ja, maar er volgen er nog een paar. Ja. Die het ook al gevraagd hebben. En natuurlijk onze nieuwe buren, die willen het ook graag. Ja. Heerlijk hoor, even lekker eruit. Ja. We groeien ook alweer nieuwe agaves, hè? Ja. Groeien er. Ja. Het gaat allemaal door hier, gewoon zomer en winter. Geen winter. Ja, we waren net met die andere mensen boven in de bergen. En als je dan ziet hoeveel lavendel dat er in bloei staat.
is, mooi, dat is prachtig, ja. Ja, want gisteren kreeg ik een takje rozemarijn. Ja, dat was ook daar geplukt. Ja, dat is weer lekker in een visschotel. Maar je merkt ook wel hoor, dat hij klinkt gewoon veel beter. Hij klinkt auto. Veel beter, ja. Ja. Hij is natuurlijk eigenlijk van het begin af aan zo lang stilgestaan en verrot gereden natuurlijk. Ja. Het klinkt misschien gek, maar ik heb ook nieuwe pedaalrubbers. Ja. En het is ook erg prettig, want dat zijn nieuwe rubbers en daardoor heb je goede grip op de pedalen. Ja, nou, die pedaalrubbers die heb ik voor je via eBay gekocht. En die moesten helemaal uit India komen. Ja. Ja, bizar. Ja, dan is het er ook wel met een week. Maar het waren de goedkoopste op eBay. Ja, logisch, want er komen natuurlijk nog douanekosten bij. Dus puntje bij paaltje waren ze even duur als de andere. Het is wel leuk om even voor de vlog. Want dan rij ik nu naar boven. Oh, dat is ook leuk. Want daar ben ik niet geweest daar. Naar de sinaasappelplantage. En dan kunnen we de kijkers laten zien hoe ontzettend uitgestrekt zo'n plantage is. Wat daar staat aan sinaasappelbomen. En het is onvoorstelbaar. Zo ver als het oog reikt, staan er sinaasappelbomen. En dan kunnen we ook even laten zien dat de oogsttijd er nu aan zit te komen. Maar je ziet dus dat de sinaasappels wel lekker groot worden. En ze moeten nog een beetje kleuren. En ze moeten nog een beetje kleuren. Ja. Ja. Want het zal wel eens een beetje januari worden. Januari, want ja. Die zon die moet dat toch een beetje wat zoeter maken. Want ik had net een sinaasappeltje, die was nog geel. Die lag op de fruitschaal. En ik denk, ja, ik heb een beetje sinaasappelsap nodig voor de salade. Dus ik had ook wat over. Ik had hem uitgeperst. Er zat trouwens niet veel sap in. En toen had ik nog een klein beetje over. Ik denk, nou dan, zonder hem weg te gooien, dat drink ik op. Nou, mijn wangen knepen even bij elkaar hoor. Hier zie je het begin van de sinaasappelplantage. Ja. Hier zo, nee niet hier, daar. Ja. Kijk daar. Ja. En je kan hier al ver kijken. Dan zie je allemaal sinaasappelbomen daar. Tot aan de bergen. Maar ik rij hier nog eventjes omhoog. Want dan kan je nog verder kijken. Ja, want wat groeit hier links? Kool of zo? Of is het spinazie? Kool. Nee, dat is kool. Oké. Nou, hier gaan we vaak rapen. Ja. Langs deze kant. En eigenlijk zijn wij nooit verder omhoog geweest, hè? Nee, nu ben ik wel met de gasten een paar keer omhoog geweest. Oh ja, hier zijn ze nog groen. Ja, ja dat moet echt nog even. Kijk, er zitten toch wel dat het lekker te kleuren nou. Ja. Ja, en wat vertelde iemand laatst? Er was niet genoeg personeel om het te plukken. En dat was vorig jaar natuurlijk ook zo. Ja. En toen hebben ze heel veel gevallen, rijpe sinaasappels die helemaal beschimmeld waren. Echt kilo's, vrachtwagens, zo de Rambla ingeschoven. Ja. Kijk, daar zie je dus hoe ver dat deze plantage doorloopt. Kijk, zie je, dat loopt helemaal door. Nou, helemaal tot achter die bergen daar, zo ver het oog reikt. Ja. Allemaal sinaasappelplantages. Hier staat allemaal ijsbergsla. En dat hebben we net gegeten. Ja, allemaal ijsbergsla. Ja, dus sommige liggen ook gewoon plat. Hè? Dat is zo zonde. Maar je hebt niet dit weggetje genomen. Nee, ik ben hier bovenaan gegaan, want hier sta je iets hoger. Hè? Kan je hier overheen kijken. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Zal ik nog een kroppie pakken? Nee joh, ik heb nog genoeg nu. Ja? Ja, ik heb genoeg. Nee, misschien is het wel, ik weet niet waar je naartoe gaat als je daarheen gaat. Nee, ik ga daar keren. Je kan daar niet heen, dat is allemaal privé, hè. Oké. Okay. Maar dit is allemaal sla. Allemaal ijsbergsla. En dan zie je, ze moeten het echt snel van land afhalen, want zodra de buitenkant verlept, en er hoeft maar één regenbuitje op te vallen en het rot weg, hè. Ja.
Ik wil eruit. Oh, je kan hier zelf nog doorrijden. Nou, misschien kom je dan zo ook langs de Ramla, want dit is toch... Oh, nee. De Ramla ligt daar achter. Ligt zo... Ja, maar dan kan je volgens mij ook komen, hoor. Ja, ik weet niet zeker natuurlijk, nee. Maar het lijkt mij wel. Het is wel heel grappig, al die weggetjes hier. Zeker doorrijden? Ja, doe maar. Leuk. Zo? Ja, doe maar. Ik vind het wel heel leuk zo, om dat eventjes die groenten allemaal er tussendoor te rijden. Kijk, die bergen daar. Fantastisch, hè? Kan je hier door? Oh ja. Ja, daar woont iemand. Is ook een hond daar. Ja. Misschien kunnen we daar over de berg ook nog wat zien. Ja. Hier, die stenen hier, die rechtop staan. Geraapt worden, hoor. Kijk eens hier mooi. Dit is echt superleuk. Klein beetje dicht. Even zien. Zo. Ja. Ik weet niet waar we uitkomen. Nee, we moeten natuurlijk wel een beetje de... Daar is loslopen. Een beetje in de gaten houden. Kijk, hier is allemaal nieuwe aanplant. Zie je? Een nieuwe aanplant, ja. Ik weet ook niet wat het is, maar... Maar hier, kijk, de kroppen sla liggen hier zo. Hier, die liggen hier gewoon echt helemaal... Voor het rapen. Ja. Ja, en dan. Ah joh, rij je maar. Daar is de weg. Kijk, het is een groot waterbassin hier. Ja, daar hebben ze natuurlijk ook pompen in hangen, denk je niet? Ja, dat is goed voor het land. Dit is echt een vruchtbaar land, want je zou zeggen van nou, het is hier zo droog. En zo, het is gewoon poeder die weg. Ja, ze hebben een goed irrigatiesysteem, ja. Hè? Ja. Maar zodra dat water krijgt, zo, dit is echt best wel een flinke... Ja. Als er water langs gaat of regen, dat het aardige gleuven in de weg staaf hier. Rechts. Als hier een tractor kan rijden, dan kunnen wij hier ook rijden. Ja. Alleen de tractor op nog grotere wielen. Allemaal ijsbergsla. Ja. Rondje van de Groenteborg, waar zijn we nu? Oh, zo. Oh, even kijken. Het is wel erg ruw. Naar rechts? Want daar kan je niet omheen, die berg. Daar kan ik wel heen. Kan je daar wel heen? Oké. Maar ik weet niet waar ik dan uitkom. Ja, dan ga je om die bankjes heen. Ja. Doen we het gewoon? Je kan ook rechtdoor. Maar ja, waar je dan uitkomt, ga je tussen de sinaasappels door. Nou, dat is maar een klein stukje ruw. Zo'n wateropslagding.
Mico Tigo belde mij net. Nu oh. net. Oh. Ik heb het gesprek even geweigerd, omdat ze nu op de auto zitten. Ja, maar... Okay. Nou, ik denk oh, ja. om de menukeuze ja. Oh, ja. door te geven. Zo. Geen zo'n gleuf. Het water, hè? Mm-hmm. Nou, misschien komen we nu alweer een beetje terug. Ja, zou kunnen, hè? Of niet? Misschien ook niet. Dat is een flinke steen daar. We komen wel dichterbij Los Lobos. We moeten niet meer naar beneden. Ja, een beetje links aanhouden straks. Ja, die kei zag ik net op tijd. Ja, dat is natuurlijk zo als je een beetje rondkijkt en je bent aan het rijden dan. Oké, dan komen we uit als we hier omhoog gaan. Misschien moeten we weer zo hier. Ja. Hier zijn we net langs gegaan, hè? Ja. Ja, ik denk dat dat hier. Ja. Dus dan moeten we weer op de linkerweg zien te komen. Ja. Dan kunnen we terug. Hier zo. Ja. Yay. Ja. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Nou, dit was het sinaasappelslaarhondje. Tweede dag op die plek. Heb je ze gesproken? Dus die zijn aan het kamperen, die mensen. Ja. Staat er een tentje? Dan slapen ze in de auto aan. Wordt er hartstikke druk, joh, in die Rambla. Nou. Hey, wat moet ik? Nou, dit is ook weer even leuk om te zien. Het blijft leuk, hè? Al die geiten met die herder. Kan je moet die kant hebben? Ja, die kant. Ja. En dan gaan we nog een beetje langs. Hier zit dus bij La Moleria. Ja. Dat is een schaap hoor. Ja, dat is een schaap. Oh ja, mooi. Ja, weer een kanarie. Ja, weer of een puttertje. Nee, is een kanarie. Kanarietje. Ja. Die vreemde vogeltjes, hè? Ja, leuk. Hele bloemen. Hele bloemen, ja. Kijk, hier staat aloe vera. Ja, een heel veld vol. Hier ja. ook. Nog met aloe vera, nou ja, dat groeit voor bij ons gewoon. En dat is wel heel fijn. En inmiddels zijn we weer bij de zee. Hij is prachtig, hè? Kan Lucky even met de pootjes in het water? Ja. Goed plan. We zijn nu in Palomares trouwens. Huh? We zijn nu in Palomares. Ja. En hier is dus ook elk jaar Dream Beach Festival. Ga maar kijken, leuk, mooi hier. Ga maar kijken. Yes, thank you. Oh, zo lekker voor zijn handje met de pootjes. Klinkt zo mooi, hè? Hij vast. Ja.
We gaan even Sil de strandje te doen. Oh joh, die hond, je hebt het zo naar de zin als ze zo lekker in dat water kan staan. Prachtig, hè? Die kleuren. Die zee, die is gewoon twee kleuren. Heel mooi. Net daar vandaan is de zee. Dan komen we in dit dorpje, gehuchtje. De Scalon, hè? Is dit El Calon of zo? Ja, ik weet het niet. Misschien dat we dadelijk een bordje tegenkomen. Komen we bij dat appartementencomplex dat nog helemaal niet afgebouwd is, waar ze alles weer leeg hebben. Ja, dat kan. Wat leeg staat. Ja, dat kan. Tussendoor heb je de zee en deze huisjes, die zijn best grappig. Appartementen. Het zijn net van die kasteeltjes. Ja. Even kijken, wat grappig. Dan zou je ook denken van waarom zo... Maakt iemand daar nou zo'n puinhoop van, hè? Door daar een soortje van die sloopauto's neer te zetten. Ja. Ja. Oh, aardige heuveltjes hier. En hier heb je die lege appartementen. Daar waren we vorige keer binnen hier. Ja. Ja, dat is hier. Ja, ze dat nou afbouwen, hè? Bar Bonanza. Nou, we zijn nu eventjes in Pozo dello Sparto. Zagen we ineens Koen zitten. En Koen zat met zijn vriend. Ja, hier. En Nombre. Ja, kan we ah. En toen kwamen Maria en Anton. Die waren er ook weer. Ja. En Koen en... En Moro. En Moro. Moro speelt met Lucky, want die vindt Lucky verschrikkelijk lekker ruiken. En de jongens die zitten lekker aan de paella. En toen kwam de barman, die kwam met een soort kroephoek. Maar is het met vis of... garnaal. Oké. Okay. Dus ze zitten lekker in het zonnetje buiten. Oh, een soort inktvis. Camaron, toch? Nee. Oh, garnalen. Oké. Nou, lekker. Gaan we even proeven. Ja. Ja. Zo, we zitten nog eventjes van de laatste avondzon nog even op het terras. En Lucky moet er ook bij. En je ziet het, de laatste zonnestraaltjes die nog achter de bergen gaan verdwijnen. Het is 6:00 en we hoorden net op de radio dat het al lang donker is in Nederland. En dat het daar koud is en natte sneeuw. Maar hier hebben we daar geen last van. We hebben een leuke dag gehad. We zijn vandaag een stukje wezen rijden met de jeep. Iedereen daar staat heeft allemaal al gezien. Waar we zijn geweest met de jeep op de vlog. Wat we hebben gedaan. Oké. Ja. Zijn er erom naar gegaan, dus dat hebben ze allemaal gezien. Oh, dus dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Oké. Nou ja, dan valt er weinig nog te vertellen dan. Maar we hebben wel een gezellige dag gehad. We reden een stukje langs de kust. En toen reden we door Pozo del Sparto. En daar kwamen we nog
bekende tegen. Hebben ze ook gezien. Ja, oké. Okay, nou, ik hoef het allemaal niet te vertellen. Nee, nee. Maar goed, wat we hebben gedaan, we zijn naar het restaurant geweest. Ja. Mi Cortijo, waar wij... San Juan de los Toreros. Ja, waar wij een gesprek hadden met de eigenaar. Die gaf ons de menukeuze door. Waar de deelnemers de 24ste tussen mogen kiezen. Dat is een menu del dia. En daar betalen ze €15 voor exclusief drankjes. Dus ze kunnen kiezen uit een pompoensoep, een krab cocktail of serrano kroketjes. Dat is het voorgerecht. Het hoofdgerecht kunnen ze kiezen uit zeeduivel in dragonsaus. Dan de vol en vin. Dat is een kipgerecht. Ja, als dat open gaat, dan komt er een luchtje, lekker geurtje uit. Dus daarom heet het vol en vin. En porc serlin, dat is een varkenshaasje in een lekkere rode wijnsaus. Dan heb je nog het dessert. Whisky taart, whisky ijstaart. Contessa, dat is zo'n... Hoe heet dat ook alweer? Wat zei Wilma nou? Dat zijn dat is het ijs met die laagjes. Oh ja. Met die laagjes chocola. Ja, maar dan met whisky ook, hè? Nee, dat is niet met whisky. Oh, dat okay. is die andere. Ja. Dat is die whisky ijstaart. Okay. Of een kopje koffie. Dus dat is een minuutje voor €15. Dat is echt menu del dia. Ja, en je hebt het net allemaal eventjes naar alle deelnemers van de rit doorgegeven. Nou moeten ze even reageren wat ze willen. Ja. Er hebben al een paar gereageerd. Nou, dat noteer ik dan bij de persoon wat ze willen hebben. En ik maak een lijstje waardoor ik het afvink. Dus dat geef ik, dat afvinklijstje, aan de restauranteigenaar. Dat is het eigenlijk. Ja, dus eventjes even afwachten. Hopen dat iedereen reageert. Want de hotel of de restauranteigenaar die heeft gevraagd voor dinsdagmiddag dat we het door willen geven. En ik heb aan de deelnemers gevraagd of ze... of vandaag of uiterlijk morgen willen reageren. Ja. Dan heb ik een slag om de arm. Ja, dus dat. Ja. Oké. Okay. Ja, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Vlog 134. Ik zal eens even kijken. Het is vandaag 21 november. 11:45. Ik heb net gegeten. En... ja, het is nog steeds lekker weer. Tot de volgende keer.